ia dar um amor mais. Dat was zacht u nou. Ik moest dan ook... De auto begint over een paar seconden en is het rustig. Nou, heeft u een tekst? Oh, kun je glinden op het toilet? Nee, hè. Oh, staat jij er toen direct naar de reclame? Ja, nu. Bij de Bambo. En daar zit u vanavond goed. Over enkele ogenblikken schakelen we over naar Studio 6. Daar staan Wilma Krul en de leerlingen van de lagere school klaar om de show te spelen en te stelen. U heeft in de vorige aflevering gezien hoe de Kastanjeschool uit Plasmeer met 800 punten de eerste plaats heeft ingenomen. Straks zullen we weten of de lagere engschool in staat is geweest deze monsterschool te verbeteren. Ik wens je veel plezier met de Spekkershow. En hier is het dan, onze tweede van vanavond. Fantastisch! En jij? En mag ik even een groeten doen? Huh? Blijf een groeten doen aan mijn moeder. Dag mam. En aan mijn vader. Dag pap. Aan mijn buurvrouw, tante Rie. Oom Jan, de slager en onze hond Leo. Een hond die Leo heet? Ja, Suti, het is een bokser en hij lijkt sprekend op mijn naam Leo. Oh, dat weet ik niet. Fantastisch! En de laatste. Eens kijken, ja. Hoe heet jij? Ik ben Johanna van Dremelen en ik doe mee in deze show en ik heb mezelf fantastisch.
vindt. Want, ja. Terwijl de kandidaat zich klaargemaakt voor de eerste ronde, gaan wij ondertussen kijken naar het optreden van een zeer beroemde ster. 10 jaar lang zijn wij bezig geweest om haar in onze show te krijgen. 10 jaar lang hebben wij de hele wereld afgezocht. Gistermorgen kreeg ik een telefoontje uit Honolulu en vanavond is ze bij ons in de special. Dames en heren, geef een hartelijk applaus, Whitney Houston! Om de juiste punten uit te delen. Daarom wensen wij jullie veel sterkte toe. Dames en heren, de jury. Mathilde en mijn jury even boven. Oh jongens en meisjes, ik had het bijna vergeten. Mijn assistent van vanavond, Mathilde. Dat zie je in het beeld gewoon uit vanavond. Nou, jongens. Jij mag ons ook best weten. Weet je, ik vind elke keer weer enig om je naar show te staan. Dank je. Trouwens, wanneer is het tijd verder van de show? Inderdaad, ik hoorde het je nou. Ik zie ondertussen dat alles was klaargezet voor de eerste ronde. De reclame voor de school, oftewel de schoolspot. Welkom, welkom, beste kijkvrienden. In de serie Uit de school geklapt nemen wij vandaag een kijkje in de beste en gezelligste school van heel Nederland. De Laag 1 uit Bunnik. Een school, prachtig gelegen met rondom grote groenstroken. Die zelfs bij de honden uit de verre omgeving bijzonder in trek zijn.
Naast veel groen valt op dat er vlak bij de school op een steen op afstand een prachtige gymzaal ligt. En of dat nog niet genoeg is, is er ook nog eens een bibliotheek vlakbij de school gebouwd. De school zelf kan het beste omschreven worden als een bungalowachtig gebouw, gebouwd in de stijl van de jaren 70. Dus veel glas en uiteraard is er veel gelegenheid voor de kinderen om contact te maken met de omringende omgeving. Het leerlingenaantal bedraagt thans 182. Terwijl de school de beschikking heeft over een prima leerkrachtenteam dat bestaat uit maar liefst 12 personen. Afsluitend wil ik nog opmerken dat ook het speelplein met een oppervlakte van maar liefst 10.000 tegels bij de kinderen erg in trek is. Genoeg praat nu, ik ga naar binnen. Gaat u mee? U ziet het, er wordt hier gewerkt in een prettige en vooral rustige sfeer. Hierdoor kunnen de leerlingen zich goed concentreren. Hetgeen tot betere prestaties leidt, is het niet, juffrouw Irene? Stilte! Inderdaad, een oase van ons, een schoolparadijs en leerlingen op de zoom. U hoort het, er wordt hier heel wat afgeknuffeld. Stilte! Er wordt hier helemaal niet geknuffeld, mevrouw. Hoe komt u erbij? U zegt net zelf dat de leerlingen om te zoomen zijn. Het is een gezicht, een uitdrukking, een wezen van spreken, et cetera, et cetera, et cetera. Aha, juist. Op die manier. Iets heel anders, juffrouw Irene. Hoe is het allemaal zo gekomen? Wat is wie, waar en wanneer gekomen? Ik bedoel, waarom bent u geen dokter, politieagent of minister geworden? Met andere woorden, waarom juist onderwijzeres? Dat zal ik u vertellen. Dames en heren, dit is beslist de beste en gezelligste school van heel Nederland. Eens kijken wat de pupils er zelf van vinden. Hoe vind jij het hier op school? Stilte! Waarom zegt u dat toch steeds? Wat bedoelt u? Waarom zegt u toch steeds? Stilte! Stilte! Ik hoop op rust, orde en netheid. Hierdoor zorgen de leerlingen de leerschool beter op. En daardoor ontstaat die gezellige sfeer. Wij zijn niet de beste en gezelligste school. Niet waar, jongelui? Ja, ja. Kunt u dat ook bewijzen? Wat bedoelt u? Kunt u onze kijkers met één krachtig voorbeeld laten zien dat de lage 1 de beste school van heel Nederland is? Wel zeker. Mijn leerlingen kunnen geblinddoekt en met losse handen alle plaatsen van Nederland opnemen. Alle plaatsen, geblinddoekt en met losse handen? Dat geloof ik niet. Ik zal het u bewijzen. Hoe heet deze plaats? Weidwerven. Deze plaats? Grote griezels, dit slaat alles. Ik zou bijna zelf de schoolbanken erin willen. Maar wat blijkt het toch vandaag? Nou, we maken jullie gezellig zonder voor mij uit. Aan je vijf en daar is. Kijk niet, 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 daar is
wat een spot. Ik ben benieuwd wat de jury straks wat te zeggen heeft. De jury die direct al in aan het werk wordt gezet voor het volgende onderdeel, de molenshow. Het is de bedoeling dat de creaties zelf zijn bedacht en gemaakt. Ik zie dat de kerel staat te trappelen van ongeduld. Ik geef nu graag de microfoon over aan de lady speaker van vanavond, Charmaine. Goedenavond dames en heren, bij onze modeshow. Oh,
Fantastisch jongelui, fantastisch! Ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat deze school hele hoge hoog gaat gooien. Ik heb net een kijk genomen bij de jury en ze zijn alweer druk in de weer met rekenmachines en computer. Om de kandidaten even op aan te laten komen en ook de jury gaan wij ondertussen kijken naar het optreden van de series van een groep. Hier zijn ze dan, The Troubles. Hoi Kim! Hoi, ik heb nieuwe kleren gekocht. Leuk! Ga zitten. Ja. Waar is mama? Tot vanavond laat thuis en papa ook, dus we moeten vast eten. Oh, nou, ik zal het eten al wel vast halen. Wat ben je daar? Ik zag het wel hoor. Nee hoor. Wel hoor, je niet hoor. Een kusje. Oké, niet tegen mama vertellen. Niet tegen mama vertellen. Ik heb verkeren met Constantijn Jan van der Velden van Frankrijkje. Denk je morgen mee? Ja, ik neem morgen mee. Zorg maar dat je dan het eten klaar hebt. Ik ben Constantijn Jan van de Veld van Groothuizen en ik woon op Guttelplein 366. Hoe heet u? Ik heet Kim. Aangemaakt kennis te maken. Ja, sorry. Dan ga maar zitten en ik ga eten koken. Zullen we me even naar de zitkamer brengen? Ja. Hou je van dus. Ja. Hou je van me? Ja, ontzettend veel. Kun je dansen? Nou, niet echt goed hoor. Nee, dat maakt niet uit. Ja. En dat u ons voor het geval, als ik ontstaan, uw liefde verstaan. Lief ben ik. Ik wil een beetje draaien. Spit maar hoor. Geraldine, het eten is klaar. Oké, kom je mee eten, Constantijntje? Zo, alsjeblieft. Kim? Om mij te volgen. Nou, zullen we er maar? Ja. Wil jij ineens zo onbeschoft? Kim! Dat doen we altijd. Dat is ons favoriete lied voor het eten. Wat is dit voor spul? Lekker. Slaan. Ziet er niet echt smakelijk uit. Nou, ik vind het wel. Ja, het smaakt zalig, Kim. Ik heb het op. Zoiets heb ik nog nooit gegeten. Kom. En voor mij is het over. Wow. Zie nou, ben jij erin gestopt? Ik ben niks in gestopt. Oh, lekker. Oh, wat goor. Wat heb je erin gestopt? Mijn... Ik hoef niet meer te eten. Ik vind het niet zo erg lekker. Stil nou, hoor. Ja, nou, Geraldine, waarom jij de tafel op? Waarom ben ik Constantijntje liefste? Nou, het is jouw beurt en ook meteen afwassen. Weet je dat? Ik heb groot nieuws. Oh, het pijn! Ja, heel fijn. Rob de Hoek woont een Piet. Piet, zo heet mijn oma ook. Hij gaat elke dag langs de wagen. Langs het huis om schil op te halen voor zijn varkens. Ja, mijn half uur heet niet op, hè? Dus op de hoek woont een Piet en heet Geraldine Verkering mee. Echt waar? Ja. Geraldine, kom ze bij Jan. Oh, wat is er? Constantijntje lief, wat is er? Nou, daar ben je een verkering met Piet. Ik ben helemaal met Piet. Je breekt mijn hart.
vieze act. Vakmanschap. Wat een sjap. Wat een kandidaat voor de volgende ronde. Een ronde voor de brains. Een ronde zoals altijd gepresenteerd door professor Hans van Santen. Dames en heren, uw aandacht voor het spel. Pieter Puntje. Fijn, fijn, fijn. Dank u wel en goedenavond. Ik beschouw het iedere keer weer als een hele eer om de intelligente kinderen van de klas te mogen begroeten. Deze keer zijn het van links naar rechts Erik en Caroline. Onze liefdallige Mathilde houdt de punten bij en geeft mij nu de vraag. Dankjewel Mathilde. Ik verzoek u allen zo stil mogelijk te zijn tijdens deze ronde. Ieder geluidje kan de concentratie van de deelnemers verstoren. De deelnemers kennen de spelregels. Er wordt niet onderling overlegd. Het antwoord wordt op een vel papier geschreven en na de bel getoond. Hier komt de eerste vraag. Hoeveel is 33 keer 391? Eens kijken, allebei goed geantwoord. Bijnaal, Mathilde, wat is de stand? Allebei goed beantwoord, dat betekent 2 keer 1 punt, dat is, even kijken, 2 punten. 2 punten, een goed begin. Hier komt vraag 2. Was Rembrandt van Rijn 1 een behanger, 2 een loodgieter, 3 een schilder? Het antwoord moet zijn 2. Ai, dat is jammer. Beide fout geantwoord. Rembrandt was toch geen loodgieter? Rembrandt was een schilder en dat is nummer 3. Er staat hier duidelijk een 2. Dat is een fout. Oh ja? Dan vragen we het even aan onze assistente Mathilde. Ja, professor. Was Rembrandt van Rijn een schilder? Wie zegt u? Rembrandt van Rijn. Nooit van gehoord. Dat zoeken we op. Hier, schilderwerf Jansen, Van Loenen, Potters. Nee, geen Van Rijn. Je moet niet in het telefoonboek zoeken, in de encyclopedie natuurlijk. Zeg het dan meteen. Hier, Van Rijn, Rembrandt kunstschilder. Ja, het klopt, het was een schilder. Goh, fenomenaal. Had ik nog even fout, hè? 2 punten plus 1. Kijken, 2 keer 1, dat is 2 plus 2 is 4 punten. 4 punten, wat een score. Fenomenaal. Derde vraag. Jullie zien hier 3 schoenen. Welke is van jullie jut? Schoen 1. Schoen 2. Of schoen 3. Eerlijk naast, Mathilde, wat is het stand? Stand was 4 punten, er komen geen punten bij. Dus 4 plus 0, dat is 4 punten. 4 punten, aardig. Zetten jullie eens rap voor vraag 4. Een boer heeft 33 kippen, 28 witte, 5 zwarte. De vraag luidt, hoe oud is de dochter van de boer? Ja. 18 en 18, fenomenaal. Beide fouten goed geantwoord. Jullie hebben je brains niet in je teen zitten. Haha. Kleine woordspeling. Mathilde, wat is de stand? De stand was 4 punten. Er komen 2 bij. Oh, grootje, wacht, ik pak even mijn rekenmachientje. Vier plus 2 is 6 punten. 6 punten. Als het zo doorgaat, wordt die nummer 1 in de Pieter top 10. Zetten jullie schrap voor vraag 5. Jullie weten allemaal dat geldstukken bijnamen hebben.
5 cent is een stuiver, 25 cent een heitje, gulden, piek, 10 gulden, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Mijn vraag is nu, wat is een lammetje? Het antwoord moet zijn een jong schaap. Ai, dat is jammer. Beide fout geantwoord. Mathilde, wat is de eindstand? De eindstand is 6 punten. Er komen geen punten bij, dus dat is 6 punten totaal. 6 punten, een applausje waard, lijkt mij. En jongelui, dames en heren, graag een applausje voor de spelleider van Pinter Puntje, professor Hans van Santen en natuurlijk Mathilde. Toegekomen aan het laatste onderdeel van vanavond, de sing-a-song. Het is de bedoeling dat de kandidaten zelf een nieuw lied ten gehoor gaan brengen. Tijdens de repetitie heb ik al het een en ander gehoord. Het klonk formidabel! Dames en heren, graag een applaus voor het zanggroep De Engeltjes. Ja, en nou laten we een puntenuitslag kunnen berekenen.
Maar het was wel heel erg moeilijk. Weet je, denk ik. Heel erg moeilijk. Jongen, wat moeilijk. En wie van jullie gaat de uitslag bekendmaken? We hebben besloten dat Luna dat ze... Dank je, Max. De langbraad heeft besloten de... Oh, moeilijk. Na lang had ik besloten de lage engsel de superscore te kennen van 1000 punten. Hey! Mathilde laat de kinderen niet langer in spanning zitten, maakt de prijzenkoffer over. En wat zien wij daar? Droomreizen die jullie brengen naar bestemmingen als LTS, MAVO, HAVO, Atheneum en misschien wel het gymnasium. Jullie juffrouw deelt de volgers uit dat jullie precies weten waar jullie naartoe gaan. Zoek! Zoek! Atheneum, dat is wel voor jou. De HAVO, dat is wel voor jou. Je kijkt zo. Gymnasium, kijken. Ja, dat is wat voor jou. LHO, dat is wat voor jou. De rest leg ik op school wel uit.
dat was dan weer die fantastische spettershow, dames en heren, jongens en meisjes. Ik hoop dat u net zo van genoten hebt als ik. Trouwens, een goed idee van uw vakantie, zeg. Ik geloof dat ik mijn neus ook maar eens achterna ga reizen. Meneer de regisseur, de hartelijke groeten en een prettige vakantie. Dag!